is een SLS AMG 63. Mensen die gek zijn van snelle auto's, dit is echt fantastisch. We hebben de AMG knop. We hebben extra spoiler, die kunnen we erbij zetten voor meer grip. Tractiecontrol, natuurlijk altijd heel belangrijk. Dus je kan met de hand schakelen, je zet hem hier in manual of in supersport. Manual is natuurlijk het leukste. Dan heb je hier de flippers achter het stuur. Dan kan je gewoon zelf mee opschakelen en naar beneden. Dus ik voel me thuis, net als in mijn raceauto. SLS AMG, fantastische auto. Ik ben fan. Kijk, als ik niet op de circuit ben, moet ik toch iets hebben om mee te spelen. Dus Mercedes, bij deze bedankt. Playboy, bedankt. Cameraman, toen was zijn waren weer even kwijt. Ik ben Robert Doornbos, ex-Formule 1 coureur, IndyCar coureur. En ik heb net mogen rijden met dit fantastische speeltje van Mercedes. Een 63 SLS AMG. Een onwijze ervaring. Ik denk om de Formule 1 naar een straatauto te brengen, heeft Mercedes een hele goede job gedaan. Het schakelt supersnel, dus de sequentiële bak op het stuur, 7 versnellingen. Genoeg power om de wieltjes te laten spinnen. En ja, het geluid van AMG, dat kan niemand beter dan AMG zelf. Dus voor mij was het eigenlijk alleen maar plus, plus, plus. Hij zit natuurlijk heel goed. De vleugeldeuren maken hem natuurlijk extra speciaal. Net als de oude Gullwing was van vroeger. Zilvergrijs met donkerrood van binnen. Ja, top ervaring. Ik zou zeggen, ga naar de winkel en haal hem.